Het magisch realisme bedient zich van voorstellingen die wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn. Het surrealisme daarentegen van onmogelijke, onbestaanbare situaties. Dat zei Pijkenkoch ooit over zijn werk en van een aantal schilders die hij tot dezelfde groep rekende. Je ziet het ook, zo'n leeuw in een interieur. Ja, ja, tuurlijk is het mogelijk, maar het is even zo onwaarschijnlijk. Dat is heel, heel erg typisch voor het werk van Koch. Kan ze zo hoog springen in zo'n rondje draaien, cirkeltje, turn, ik weet niet hoe het heet, dan plonsen in het water, voetbal je in de winter en maak je dan hens. Het is altijd elegant, het is altijd precies en het laat altijd iets zien waarvan je denkt, ja, zo zou de jonkvrouwen eruit hebben kunnen zien. Maar was het zo? Zijn stijl herinnert aan de precisie van renaissance kunstenaars. Zo schilderde hij ook zichzelf. Hij maakte een ander zelfportret waar hij een zwarte band om zijn voorhoofd draagt. Dat werd door tijdgenoten fascistisch gevonden, ook al omdat Koch pro-Duits was.